Urgenda wint in Nederland een klimaatproces. Nederland moet meer doen tegen de opwarming van de aarde. In 2020 moet de uitstoot met zeker 25% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig tegenover Urgenda. Geweldig. Van A tot Z geweldig. Ik was echt aan het wachten van oké, er gaat hier nog een maar komen. En die maar kwam niet. Dus ik was, ja, zoals iedereen hier, denk ik. Ik probeer net te twitteren, ik had echt trillende vingers. Ik vind het echt een historische uitspraak waar we over, ik word gewoon emotioneel van. Wat een ontlading. Ja, dit is ongelooflijk. We hebben zo hard gewerkt voor deze zaak. En het is uiteindelijk zo'n groot maatschappelijk belang waar het hier over gaat. Dat ik er niks aan kan doen dat ik even mijn professionaliteit hier verlies. Wat maken uw kinderen mee en mijn kinderen en kinderen van mensen die thuis aan het kijken zijn als we niets doen of te weinig doen? Wat gebeurt er dan met Nederland en met de wereld? Nou, het allerbelangrijkste wat ik voor me zie is dat het hele grote gedeelte van de wereld geen water meer is, geen voedsel. En daardoor gaan honderden miljoenen mensen zich uiteindelijk verplaatsen en dan krijg je gewoon uiteindelijk oorlog. Daar maak ik mij zeg maar, deze eeuw veel meer zorgen over dan bijvoorbeeld of onze dijken het houden, want die houden het nog wel even. Dat komt daarna. Wat moet er, vindt u, nu meteen gebeuren? Wie moet het voortouw nemen om dat te realiseren wat u wilt? Nou ja, de staat heeft nu van de rechter te horen gekregen, u moet meer gaan doen. Dus het is de staat die aan zet is. En wij zitten vol met ideeën over hoe dat mogelijk is. Dus ik help ze graag. Is het de premier die aan zet is? Wat mij betreft zou dit Rutte's zaak moeten zijn. En moet hij ons gaan leiden naar die nieuwe economie die niet meer draait op fossiel en circulair wordt. Dit zal nog een lange echo hebben. Het is nu niet alleen de paus, maar het is ook de rechterlijke macht die zegt... Nederland, politici, Mark Rutte, je moet aan de bak.